Zet uw schrap voor een van de mooiste reizen door Europa. We trekken naar Portugal, en niet zomaar Portugal, maar wel die magische Douro-vallei. Niet voor niks, geclasseerd als werelderfgoed van de UNESCO, en daar valt best iets voor te zeggen. Villarreal, dit gaan we proeven. Een coöperatie, en wie nu nog denkt dat coöperaties alleen maar groot zijn en kwalitatief niks te betekenen hebben, wel dringend die mening herzien. Dit is een heel moderne coöperatie met meer dan 100 aangesloten leden en die moeten hun druiven volgens een heel specifiek kwaliteitscharter aanleveren. Stijn. Alsjeblieft. Ik zie hier al meteen, wat mij opvalt, wat een vederlicht glas. Absoluut. De performance reeks van Riedel staat erom gekend. Eigenlijk de ganse lijn van Riedel is het fijnste kristal, zeer licht. Mm-hmm. Specifiek, wat je ook wel zal opgemerkt hebben, is die optische illusie. Wel, ik dacht, ik heb nogthans nog maar weinig gedronken vandaag. Ik dacht dat ik al te veel gedronken had. Toch niet, nee. Nee? Dus die optische illusie, dat zit eigenlijk binnen in het glas. En dat gaat eigenlijk zorgen voor meer oppervlakte ook. Mochten we dat in twee snijden, we rekken dat glas open, zitten we aan 30% meer oppervlakte. Dus meer bouquet, meer aroma. Meer bouquet, meer aroma. Ja. Oké, en dat verklaar je gewoon door? Bij dit glas echt puur door die... Die optische vorm. Optische vorm, die golven die eigenlijk aan de binnenkant van het glas zitten. Oké, gaan we proberen. Hè? Ja. Ik denk dat dit een heuse fruitbom is. Touriga Franca, Touriga Nacional, Vinho Tinto Touris, autochtone rassen uit die Douro-vallei. En ja, als je die gaat ruiken, hè, dit is kers, dit is aalbes, dit is ook roodfruit, een fruitbom. En het valt me wel op, direct al heel, heel open. Ja, we hebben gekozen eigenlijk voor een type Syrah-glas, mm-hmm. Omdat we naast dat fruit ook wel die kruidigheid gaan mee ervaren, mm-hmm. die garriges die nog mooi aanwezig zijn. En Syrah, of het Syrah-glas, is specifiek bedoeld om dat te stimuleren. Oké, als je het gaat proeven, effectief, even open. In de zin van opnieuw diezelfde impressies van fruit dat je terugkrijgt. Die kruidigheid hoor ik daar graag bij. Maar vooral, dit is sappige, ronde wijn. Echt wijn om, ja, vrienden aan tafel. Iets eenvoudig bij aan tafel, zou ik veronderstellen. Ja. Absoluut. En gewoon genieten. Schoon. Schoon.